Rano. We verliezen de bal te snel weer. Arslan Nagic, nee. Weer een slijding en alsnog krijgen we de bal niet. Berger. We hebben geen gaat een doelpunt maken. Ongelooflijk. We kwamen gewoon niet meer aan te pas. 1-1. En ja, jammer, jammer, jammer. We werden compleet weggespeeld. Vaker is dat het geval. Nadat wij scoren, dat wij gewoon dan meteen een tegendoelpunt incasseren. En het is ook nu weer het geval. We kregen de bal gewoon niet weg. Ja, maar... ja, slecht, slecht, slecht gedaan. Mensen, welkom en welkom terug. Sowieso bedankt voor het kijken. Dit is de FIFA 19 Rode Antwerp FC Carré Mode. Mijn naam is Dweenster en dit is aflevering nummer 6. We gaan even kijken naar een reactie. Tino, jij zegt waarom speel je Revelov in het midden en niet op rechts? Jouw reactie heeft 4 duimpjes omhoog gekregen. Plus nog een reactie eronder van Mathies van Buggenhout. Jij zegt daarin volg ik je wel. Een Rafa zoals bij Brugge, dat is vlammen. Ik denk dat jullie bedoelen dus op de plek van Hovea, want op de flank kan hij sowieso niet spelen met die snelheid. Ik denk dus dat jullie dit bedoelen, Revelov als rechter middenvelder. Ik hoop voor jullie dat jullie niet bedoelen op de plek van Buta, want daar gaat Revelov nooit van zijn leven spelen met deze snelheid. Maar ik heb hem gezet nu als rechtsmidden en hopelijk gaat hij vlammen. Dank jullie wel voor jullie reacties. We gaan kijken naar de maand november. We gaan 3 wedstrijden spelen. En eentje simuleren, want we spelen dus 4 wedstrijden. We spelen dus tegen Luik en Gent. Die staan op plekken 2 en 5. Die zijn naar boven ons en op Truiden. We gaan tegen alle 3. We gaan tegen alle 3. Ik ga spijt krijgen. We spelen de wedstrijden tegen Standard Luik, Gent en Truiden. En dan simuleren wij de wedstrijd tegen Oostende. Dat is hoe wij het gaan doen deze aflevering. En mensen, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten, dat helpt mij enorm. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan op mijn kanaal om mij te volgen en om mij te steunen. En vergeet dan niet je notificatie aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Dat zou ik heel erg waarderen. Maar het is tijd voor de eerste wedstrijd. Een knaller tegen Standard Life. We hebben een aanbieding. Nieuw-Zeeland gaan we niet doen. We hebben een aanbieding voor Nazarina, een speler die van mij wel mag vertrekken. We gaan even kijken, onderhandelen. Misschien kunnen we wat meer krijgen. Je weet maar nooit. We gaan kijken. Wat kunnen we... we gaan gewoon lekker erboven bieden. Het bod was al hoog, dus ik wist dat ze hem nodig hadden. En 1,5 miljoen is netjes. Nazarina gaat dus vertrekken. Oké, we gaan kijken naar onze spelers. Revelov en Abe. Ja, ik moet ze eraf halen, want ze hebben gewoon niet genoeg stamina. Armans. Nee, ze hebben wel niet aan. Nee, ik wil Jari Verscharen hebben. En dan zeggen wij, die moet ik even thuis laten. En dan vanaf op jou, in het stadion. Hebben we nog meer geld? Ja! We hebben nog een flank. Verdediger. Hebben we nog eentje? Sek. We nemen Sek mee. Toch? Ja. Oké, we gaan het zo doen. Qua conditie zijn we niet heel goed. Maar we hebben niet veel keus. En ik zie iets. We zijn vergeten. Hij moet vervangen worden. En dan moeten wij Kakuji meenemen. Oké. We gaan het moeten doen zonder onze centrale verdediger. Arslan Nagic. Onze beste verdediger. En misschien wel beste speler. Even kijken, we hebben Scherpen op doel, Zek, Batubinsika en Matthijs als centrale verdedigers. Jukkelenrood als links,
ja, op de linkerflank, Buta op de rechterflank, Govea en Simao achter Verscharen op het middenveld. James en Kerk voorin. Geen Abe, helaas. Die was gewoon qua conditie niet goed genoeg. En ook Revelov qua conditie niet goed genoeg om te beginnen voor deze wedstrijd. We spelen 4 minuten, we spelen uit en we gaan beginnen. We spelen tegen Standard Life. En ja, zonder Arslan Nagic, ik zit ineens te denken, dat is toch wel een aderlating. Want hij is natuurlijk onze beste speler, onze beste verdediger. Dus dat wordt... Ja, ik ben benieuwd. De mannen van Standard Luik, Halilovic. Wauw, Halilovic. Lestien, Sa. En op de bank, even kijken. Ja, ze spelen gewoon goed dit seizoen. Dus we hebben gewoon een, sowieso een probleem. We gaan beginnen. Mooie paas. En hij mist de bal compleet. Ja, hij loopt voorbij aan de bal en dan, ja, dan is het eigenlijk al, toen wist ik al dat het afgelopen was. Hij is al geen aanvaller, dus. Een mooie paas op Kerk. Kerk, doe je werk. Kerk, 1-0 voor Antwerp. Wat een paas, man. Wat een paas. We staan voor met 1-0 tegen Standard Luik. Als we ik ga niks zeggen. We staan voor op dit moment. Dat is lekker. Kerk heeft de snelheid. Dus ja, die haal je met heel veel moeite bij. Maar die verdediger kon hem niet bijhouden. Hij was weg en ontsnapt. Wat een paas en ja, Kerk zijn afmaken was netjes. Je moet het ook nog even afmaken, hè. 1-0. Kerk nu wel. James! Wauw! Perfect neergelegd, hij kon nog aannemen. Foutjes. Foutjes van... En dat is geel. Dat is geel. Dat is 100% geel. Smerige overtreding, maar wel een belangrijke. Want we waren wel echt aan het drukken op dit moment. Kijken of we moeten wisselen. Buta moet sowieso eraf. Govea moet eraf. Dat zijn de zekere. Rodriguez. Kool zetten we daar. Ja, we hebben... Ja, de baren zetten we daar. We laten het, denk ik, of moeten we qua spits wat doen met James, maar hij is snel. We zetten de baby erin. We gaan gewoon even wat doen. We gaan gewoon even wat doen. Drie dubbele wissel, we brengen wat spelers erin. Baby is volgens mij de eerste keer dat ik met hem ga spelen trouwens. Wie komt de bal even ophalen, jongens? Twee keer een slechte paas is dodelijk. Oké, we moeten oppassen. 1-2'tjes worden gespeeld. 1-2'tjes worden gespeeld. Ze houden de bal nog even bij hen. En daar is het doelpunt. Geen doelpunt. Eén foutje voorin en de counter van Standard was bijna fataal. Halilović. Volle druk vooruit. En dat is het doelpunt. Ja hoor. Nee! We kregen de bal niet weg. En een gele kaart voor Dion Kools. Maar... Ja. Weer de bal kwijt. Heel snel onder druk verloren. Buta. Niemand is op de positie. En een kans. Ja en nee. Ja. Ja of nee. Nee of ja. Oh ho ho. Gaan ultra verdedigen. Ik wil deze winst hebben. Ik wil deze overwinning hebben. Ik wil deze overwinning hebben. Kom op. Oh, kan hem bijhouden ook nog.
Buitenspel of geen buitenspel? Het is buitenspel ook nog. Gelukkig geen doelpunt en buitenspel. Het zit even een keer mee. Jukkelenrot. Nou, die voorzetten die werken niet. En Jukkelenrot verliest de bal. Maakt niet uit. We winnen van Standard Luik. Heerlijk gevoel is dit. Nazarina is verkocht voor 1,5 milli. En Shidera Eyuke gaat akkoord. 4 jaar is het contract duur. Rob binnen de selectie sporadisch. Salaris 2600. Dus we zouden dit kunnen doen. Ik denk dat we die deal van Eyuke even moeten laten gaan. En dan moeten we even goed gaan kijken wat we nodig hebben. We spelen tegen Oostende thuis. Och, we zitten met een doelpunt in de eerste minuut. Het kan. Je zou het bijna niet geloven gewoon. En er wordt niet gescoord in de eerste helft meer. Na het doelpunt van de Sutter valt alles stil. 1 gele kaart voor Jukkelenrot. Niemand wordt gewisseld. Oké, ja, laat maar gaan. We hebben de wedstrijd verloren en dat is echt... Och. We hebben een speler die 4 maanden uit de roulatie is. Didier Lamkelzee. 4 maanden is een speler die wij gelukkig niet spelen, maar wauw, 4 maanden. We gaan spelen tegen Gent. We gaan op bezoek bij Gent. We hebben de Scherpen op doel. Batu Binsika en Arslanagi is terug als aanvoerder. Mathieu als centrale verdediger. Jukkelenrot op de linkerflank. Buta op de rechterflank. Govea, Zimao en Revelov op het middenveld. En Mbokani en Kerk in de spits. Standard Luik stond boven ons. Gent stond boven ons. We hadden dus van Standard Luik gewonnen. Maar de vorige wedstrijd hebben we verloren. Tegen Oostende. Ja, dat doet pijn, man. Dat doet echt pijn. Dus we moeten echt deze wedstrijd winnen. Om weer de orde op zaken te herstellen. De spelers voor Gent hebben ook een speler die bij ons op het lijst stond. Ovu. Libombe. Ja. Ze hebben een paar spelers die een wedstrijd kunnen doen. Kantelen. We gaan beginnen. We hebben de bal nog steeds. Mbokani, die draai was te moeilijk. Ik had misschien moeten wachten en dan, maar die verdediger stond er goed op, dus ja. Hij zette me onder druk. Simao. Buta moest wachten. Revelov. Buitenspel of geen buitenspel? Geen buitenspel! Wel buitenspel! Oh. Wel buitenspel. Mbokani, paas. Ja, te laat. Gent aan de bal. Gent nog een keer, ja. Jongens, wat een verdedigende actie. Maar nu heus. Dit is wel een verdediger. Hey! Wat? Nou, als hij die bal niet bij zich... Oh, dat is echt goed. Revelov. Jukkelenrot. En een doelpunt. Wauw, Scherpen met een magistrale redding. Maar wat er nu gebeurt weer... Ja, het is weer hetzelfde. Ze drukken, wij krijgen de bal niet weg. En dan wordt gewoon een doelpunt gemaakt. 9 van de 10 keer is dat het geval. En Mbokani krijgt niet weg. Daar is een mooie redding op de doellijn. Hey, en nog een. Jongens! En we dus hebben nog een kans voor... En scherpen. En een overtreding. Geef nou ook gelijk geel. Gent is beter. Gent is beter op dit moment. Revelov. Moet even doorzetten. Kijken of je kan vlammen. Wauw! Nee! Jongen. Simao van de afstand.
kan de bal niet drukken. Ah, jongen, je staat helemaal open, helemaal alleen. Minstens op doel. Dat is het enige wat ik vraag van mijn spelers. Bezos. Dan hebben we nieuwkoop. We hebben een foutje. We hebben een kans. We hebben geen kans. Nee, dat gaan we ook verliezen. We hebben nog wel de bal. En misschien even kijken. Jukkelrot met de voorzet of niet? Nee. Geen buitenspel? Geen buitenspel. Oké. Okay. Wachten. Hier is. Revelof! Draait hem naar zijn linker. Oh, kom op, man. We verdienen meer, man. Jukkelrot. En Mbokani, buitenkant paal. We komen dichterbij. We komen dichterbij. Het is nog steeds heel moeilijk. Ja, ik had kunnen pas trouwens. Volgens mij was het Kerk. Jukkelrot. Revelov! Revelov! De bal werd van richting veranderd. Maar het maakte niet uit. Geen doelpunt. Ik had moeten pasen naar rechts, maar ik dacht... Ik wou Revelov laten vlammen, maar ja, niemand vlamt op dit moment. En nu is Gent weg. Gent is weg. Ik doe er alles aan om geen doelpunten te... Oh, ze hebben voordeel, tuurlijk. We gaan eventjes trouwens wisselen. Abel komt erin. We brengen James erin. En we brengen Verscharen. We brengen gewoon wat meer snelheid. Gele kaart, tuurlijk. Ik moest wel. Gent aan de bal. Ik denk dat het afgelopen is. Ik denk dat het afgelopen is. We leven nog maar. Ik weet niet hoe. We hadden zelf al voorsprong moeten staan. Staan we niet. En de krachten beginnen op te raken. Dus ja. Verscharen op de... Dit moet hem worden. Dit moet hem echt wel worden. Echt wel worden! Ja. 1-0 voor Antwerp. We hebben nog 7, 8, 9 minuten te gaan. Inclusief dus extra tijd. Maar deze had, ja, die moest er gewoon 100% in. We hebben gewoon geluk dat James daar staat. Want anders was het gewoon echt weer pech. Gezien de eerste helft is het wel verdiend, maar de tweede helft was Gent, ja, Gent was wel beter. Keepertje, niks aan de hand, hou de bal lekker bij je, jongen. Afgelopen wedstrijd, we winnen weer. Dit keer is het tegen Gent, eerst standaard live, nu Gent. Ja, lekker, 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 lekker. Weer ongelooflijk moeilijk. De tweede helft hadden we het heel zwaar. Zelf heel veel kansen gecreëerd. En ook Gent in de tweede helft heel veel kansen gecreëerd. Maar wij kwamen tegen het einde van de wedstrijd toch met een doelpunt. En dat was... Oh, dat voelt zo goed dit. Kerk is een 70 algemeen nu. James 70 ook. Openda gaat richting de 70. Verscharen is 71. En Abel ook een 70. Ik moet trouwens deze veranderen. Want ik wil niet de sprintsnelheid trainen. Sint-Truiden staat ondertussen onder ons op plek 7 met evenveel punten. Dus het is wel een belangrijke. Want als hun winnen, dan verliezen wij die positie weer. Ja, wacht even. Even een mailtje van mijn speler. Dino Arslanagic. Ik ben blij dat je vertrouwen in me hebt en me blijft opstellen. Bedankt daarvoor. Sowieso, man. Je bent sowieso cruciaal voor ons, man. We gaan naar de laatste wedstrijd. We gaan tegen Truiden. Even kijken. We gaan wel Mbokani en Kerk op de bank zetten. Want ik vond James en Abe veel beter op die positie.
Dus, voor de wedstrijd tegen Truiden, Scherpen op doel, Batu Benzica, Arslan Nagic en Matthäus als centrale verdedigers. Jukkelerot op de linkerflank, Bouta op de rechterflank, Govea, Zima en Revolov op een middenveld, Abe en James in de spits. 4 minuten, we spelen tijdens Bos Uil Stadion. Let's go! De laatste wedstrijd van deze aflevering gaat bijna beginnen. We spelen tegen Truiden, evenveel punten als ons. Maar wij hebben een beter doelsaldo. Bos Uil Stadion is vol. We spelen dus nu weer met James en Abe in de spits. En Bokani en Kerk op de bank. Verscharen op de bank. Ik ben wel fan van Jari Verscharen, maar ik geef hem nog wat tijd. Ik geef hem nog wat tijd om te groeien. Dit is niet onze opstelling. Simao? Nee, jongens. Nee. Nee. Dit zijn de mannen voor Sint-Truiden. Even kijken, ja. We gaan beginnen. Ik moet wel zeggen trouwens, Revolov speelde wel beter op die positie. We hebben langdurig balbezit nu. Kijken of we tussendoor kunnen prikken. Kunnen we zeker. Revolov! Hij vlamt nog steeds niet! Ai, ai, ai. Ik kan hem op dit moment nog niet in een betere positie brengen dan dit. Maar ja, kom op nou. Minstens op doel. Wauw! Ik wou echt. Ik had er een rode kaart voor over, maar ik kreeg hem niet. Ik kreeg die overtreding niet. Ik kreeg hem niet te pakken. En zo is dat Truiden gewoon uit het niets. Hier. Ja. Sint-Truiden die speelt het heel netjes uit. En doelpunt. Eigen doelpunt. Denk ik. 2-0. Wedstrijd is voorbij. We gaan even kijken. Was het een eigen doelpunt of niet? Nee, gewoon een doelpunt. Bal kwijt. Ja. Draaide weer aan de bal. Bal weer kwijt. Jongens, het is zo armoedig slecht deze wedstrijd. Scherpen met een mooie redding. Misschien nu. Misschien nu. Bouta. Bouta voorzet richting de keeper. Aangeraakt natuurlijk. Einde wedstrijd. Helaas, we hebben het niet kunnen doen tegen Sint-Truiden. Jammer. Ja, de wedstrijd tegen Sint-Truiden was echt zo'n wedstrijd. Dat was gewoon echt, we kregen echt totaal geen ruimte, geen kansen. Dus ik heb niet eerder zo'n wedstrijd gespeeld in deze Royal Antwerp Keremo. Dat is best wel jammer. We gaan kijken naar de stand. Op plek 1 staat Club Brugge met 33 punten. Standard Luik op plek 2 met 32. Charles Brugge op plek 3 met 31. Kas Eupen op plek 4 met 25. Sint-Truiden is gestegen naar plek 5. Dat hadden wij moeten zijn met 25 punten. Anderlecht op plek 6 met 24. Gent op plek 7 met 22. Zulte Waregem ook 22. Wij hebben 20. Nee, we hadden 23 punten kunnen krijgen. Dan waren we op plek 7 beëindigd. Ah, jongen. Charleroi op plek 10. Moeskroen op 11. Genk op 12. Doet het ook slecht. Oostende op 13. Loker op 14. Bever op 15. Kortrijk op 16. Topscorer van de Pro League op dit moment is González van Standard Luik met 9 doelpunten. Op plek 2 staat Schrijvers van Club Brugge met 8. En op plek 3 staat Vossen van Club Brugge op 7 assists. De man van de assist is Gano van Genk met 5 assists op plek 1. Dus Revolov van Royal Antwerp op plek 2 met 4 assists. En ook Bezoes van Gent heeft 4 assists op plek 3. Kerk staat op plek 4 trouwens met 4 assists. Dat is ook netjes. Even kijken, ik heb nog meer spelers van Royal Antwerp. Mbokani op plek 17 met 2 assists. We hebben Harmans op plek 20 met 2 assists. Harmans, dat is wel netjes, want heel veel speel ik niet. Mensen, bedankt voor het kijken, man. Dit is het einde van deze aflevering. En vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan nu op mijn kanaal. En zo kan je mij volgen, zo kan je mij steunen.
En vergeet niet je notificaties aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Ja man, dat waardeer ik allemaal. Maar voor nu, allemaal.